Mannen plaatsten de hockeyers van Amsterdam zich gisteren al voor de finale van de play-offs. Ze schakelden over twee wedstrijden Klein-Zwitserland uit. En de tegenstander in die finale van Amsterdam moet worden of Bloemendaal of Oranje-Zwart. En vandaag viel daarover de beslissing bij Oranje-Zwart in Eindhoven. Hier is opnieuw Hans Brian. Het is de 13e minuut bij deze paas van Piet en Geres die terechtkomt bij Paul Maas. Die wordt even aangetikt door Thijs van Reenen. En scheidsrechter Roel van Eert geeft een strafcorner. Natuurlijk de nodige commotie. En Xavier Rekkinger is de man die het af moet maken. Gisteren tweemaal raak bij die 4-0 overwinning. En nu opnieuw 1-0 voor Oranje-Zwart. Voor eigen publiek, dan denk je, wat kan er nog fout? Dit is Jay Stacey, de Australiër die zijn contract met een jaar verlengde. Met een goede paas op Teun Rohoff, maar die kan er net niet bij. Probeert het alsnog. En dan kan Bloemendaal uitverdedigen via Jan Jorren van het Land. Die wordt daar even aangetikt door Paul Maas. En dat geeft natuurlijk in zo'n beslissingswedstrijd commotie. Pietijn Geres ertussen. En ook natuurlijk scheidsrechter Peter Elders. En die geeft een gele kaart aan Paul Maas. En Jan Jorren van het Land mag blijven staan. En dat betekent dat Bloemendaal met een mannetje meer speelt. De Nooier ziet aan de buitenkant Karel Klaver. Karel Klaver met een goede voorzet de cirkel in. Tegen de voet van Stacey. Strafcorner. De Nooier schuift zelf aan. Martijn van Hasselt moet het afmaken. Goede redding van Jozef Kramer. Maar in tweede instantie is het Lars Stalling die scoort 1-1. En Bloemendaal kan natuurlijk doorgaan. Oranje-Zwart is wat overbluft. Met dat mannetje minder hebben ze problemen. Steven van Wijk vindt Jan Jorren van het Land. Die passeert twee man, gaat goed de cirkel in. Nu moet hij het afmaken, dat doet hij niet. Maar Okke Munking doet dat wel. En dan is het 2-1 in het voordeel van de Bloemendalers. Gisteren onzichtbaar, maar vandaag zijn ze er. De tweede helft dan met de paas van Geres op Robbie Rekkers. Die vermoeid oogt. Toch vindt hij daar Christian Koerts, maar die mikt de bal op de staander. En Reinoud Wolf, ja, die gaat eens op zo'n loosje kijken. Hoe lang duurt dit nog? Robbie Rekkers heeft Jeroen Drijver bij zich en wordt opgevangen door Thijs van Reenen. Opzettelijke overtreding buiten de cirkel ziet ook Roger van Gent, de coach van Oranje-Zwart. Rekkinger, en dan is het 2-2. En dat zal ook de eindstand worden. Dus moet er verlengd worden. En Rekkinger is blij. Die loopt in de richting van Marcel Balkenstein, de geblesseerde linkervleugelverdediger. Maar kijk eens naar deze dame in het oranje. Zij voelt aan haar hoofd. Het wordt moeilijk. Daar gaat een speler van Oranje-Zwart onderuit. Karel Klaver op de stick getikt door Sven Fiedeldij. Strafcorner. Het gaat om een golden goal. Dus een fantastische kans voor Bloemendaal. Martijn van Hasselt, hij benut hem. Het is 3-2. De wedstrijd is afgelopen. Bloemendaal gaat door. En Oranje-Zwart grijpt andermaal naast de prijzen. De vreugde is groot, want wie had dat verwacht? En hij is de slemiel van de wedstrijd, Paul Maas. 10 minuten was hij er niet bij en 2 doelpunten voor Bloemendaal. En Wolf, die weet dat er nog alle kansen voor hem liggen in zijn afscheidsseizoen tegen Amsterdam in de finale. Verrassende ontknoping. Ander belangrijk sportnieuws te beginnen.